Lieve mensen, welkom terug bij opnieuw een, een samenvattingsclip van hooster Klimaat. En vandaag gaan we het hebben over water. Is al dat water eigenlijk wel zo leuk? Want wat nou als water ervoor zorgt dat je hele straat blank staat? Is water dan wel zo leuk? En waar komt sowieso dat water vandaan? En speelt weer of klimaat hierin een rol? En sowieso klimaatverandering? En in de toekomst, wat zal dat dan betekenen voor al dat water? Dat soort dingen gaan we in deze kennisclip bespreken. En nog veel meer begrippen die bij dit hoofdstuk passen. Dus ik zou zeggen, laten we niet langer wachten. We gaan beginnen. Hiha, let's go. Oké, okay. op aarde komen verschillende klimaten voor. In sommige landen is het bijna altijd zonnig weer en in andere landen kan het koud en regenachtig zijn. Als je wil weten welk weer er vaak voorkomt in een gebied, kijk je naar het klimaat. Maar ook als een land een warm klimaat heeft, kan het alsnog een dagje wat frisser zijn. Het weer verandert namelijk vaak en kan van dag tot dag en plaats tot plaats verschillen. Kijk maar eens uit het raam. Wat voor weer is het nu? En de dag daarvoor? En de dag daarvoor? In welke mate het klimaat verschilt hangt onder andere af van de geografische breedte. Dat is de afstand van een plaats tot de Evenaar. We kunnen ook wel zeggen hoe dichter de plek bij de Evenaar ligt, hoe warmer. Nou, we kennen het tropisch regenwoudklimaat, het woestijnklimaat, met daartussen liggen nog het savanneklimaat en het steppenklimaat. En deze vind je allemaal rondom de lagere breedte, oftewel rond de Evenaar. De temperatuur van deze klimaat is eigenlijk altijd hoog. Het grote verschil zit hem vooral in de hoeveelheid neerslag. Zo valt er in een tropisch regenwoudklimaat heel veel neerslag en een woestijnklimaat een stuk minder. Dat kan belangrijk zijn om te weten. Je zou maar bijvoorbeeld als toerist in het regenseizoen naar het tropische Thailand gaan. Dat is toch wel een dingetje, toch? Hier zie je de kenmerken met de bijhorende plaatjes verschijnen. Wat valt je op? Als het nou te snel gaat, zet je gewoon even de video op stop en voeg je deze kenmerken toe aan bijvoorbeeld je samenvatting. Ook hebben we op de gematigde breedte, dat is dus verder van de evenaar, nog twee klimaten en dat zijn het zeeklimaat en het landklimaat. Bij een landklimaat is het verschil tussen zomer en winter groot. De zomer is heel warm terwijl de winter erg koud is. En ook ligt er nog een deel van de gebieden die een landklimaat hebben op hoge breedte. Hier blijft dan bijvoorbeeld maandenlang de sneeuw liggen. Want hoe dichter je bij de polen komt, hoe kouder het wordt. En als laatste hebben we nog het poolklimaat, met ten zuiden daarvan het toendra-klimaat. Dit zijn de klimaten op hoge breedte. Nou, om het af te maken, hebben we ook nog het hoge bergklimaat. En dat kan overal voorkomen, als er maar, ja, bergen zijn. Als we kijken naar Nederland, dat een zeeklimaat heeft, denken we altijd dat er gigantisch veel regen valt in een jaar. Maar als we dit dan vergelijken met bijvoorbeeld een tropisch regenwoudklimaat, valt het eigenlijk allemaal best wel mee hoor. Het is belangrijk om goed te weten wat de kenmerken van al deze klimaten zijn. Dus ook hier zie je de kenmerken per klimaat. Dus, zoals je misschien nu wel kunt voorstellen, kan de temperatuur of neerslag behoorlijk verschillen op aarde. Zo heb je bijvoorbeeld in het Sibirische dorpje Omjakon temperaturen van min 77 graden Celsius en Fernand's Creek in de Verenigde Staten met maar liefst 56,3 graden Celsius. Dat is nogal een verschil, maar hoe komt dat eigenlijk? Dit komt door de invalshoek van de zon. De aarde is een soort van voetbal en daardoor vallen de zonnestralen op de ene plek onder een andere hoek in dan op de andere plek. De zonnestralen beschijnen groter oppervlak dan dat ze doen op de lagere breedtes en dus verliezen ze ook hierdoor hun warmte. Kijk maar eens naar deze zonnestralen die op de voetbal schijnen. Daarnaast moeten ze op hogere breedtes veel langer reizen door de atmosfeer of ook wel de damkring genoemd, waardoor ze warmte verliezen. De atmosfeer of de damkring is daarom ook erg belangrijk. Wanneer deze er niet zou zijn, zou het s'nachts steenkoud en overdag bloedheet worden. Dus gelukkig hebben we onze atmosfeer om ons te beschermen. Maar hou jij nou meer van de winter of van de zomer? De temperatuur en neerslag verschillen niet alleen per gebied op Aarde, maar in sommige klimaten zijn er ook seizoenen. Hoe zit dit precies? De Aarde draait 24 uur om haar as. Door deze draaiing ontstaat het verschil tussen dag en nacht. De Aarde draait daarnaast 365 dagen om de zon. Hier kun je ook zien dat de aardas van de Aarde scheef staat ten opzichte van de zon. De scheve stand heeft grote gevolgen. Je kunt namelijk hier zien dat het noordelijke halfrond tussen maart en september naar de zon gericht is en dat tussen september en maart juist dit deel niet naar de zon is gericht. Hierdoor vallen de zonnestralen rechterin op het gebied dat naar de zon toegekeerd is en zoals je eerder hebt gezien, ja, dan geeft de zonnestraal dus meer warmte af. Het gevolg hiervan is dat er hierdoor een warmer seizoen ontstaat zoals de zomer. Op het zuidelijke halfrond zie je dat op het moment dat wij zomer hebben, die helft van de aarde minder warmte ontvangt en dus kunnen we zeggen dat op het zuidelijke halfrond dan winter is. Maar wat je misschien al opvalt is dat de evenaar eigenlijk altijd warmte ontvangt en daarom is het zo dat de gebieden rondom de evenaar niet echt seizoenen kennen zoals wij ze in Nederland wel kennen. Weet je nog dat we in de intro het hadden over water? Als ik je zeg dat meer dan 70% van onze aarde bestaat uit water, geloof je dat dan? Nou, ik zal het maar snel doen, want dit is gewoon waar. Belangrijk om te weten is dat het water in een soort cirkel op onze aarde rondgaat. Dit noemen we ook wel een kringloop. We kennen de korte waterkringloop en de lange waterkringloop. Kijk maar eens naar dit plaatje. Bij de korte kringloop verdampt de water uit de zee en valt het als neerslag weer terug in de zee. En bij de lange waterkringloop waait de waterdamp richting het land, waar het bijvoorbeeld als regen of sneeuw op aarde terechtkomt en uiteindelijk via de rivieren of grondwater weer terugstroomt naar de zee. Hoe meer de zon zal schijnen, hoe meer van dit water zal verdampen. Dit noemen we ook wel waterdamp. Dat is onzichtbaar gas wat ooit dus water was. Hey. Dat ruimt. Nou goed. Wanneer dan de waterdamp hoger in de atmosfeer komt, wordt het steeds kouder en condenseren deze waterdubbeltjes tot wolken. Denk maar eens wanneer een pannetje op het vuur staat en het water dat erin zit begint te koken. Wat zie je dan staan? Juist ja, waterdamp dat opstijgt. Uiteindelijk is de wolk gevormd en valt een deel van de neerslag uit de wolken. Dit komt als neerslag naar beneden. Dat kan regen zijn, maar ook bijvoorbeeld sneeuw. En dat wordt dan opgeslagen in grote ijspakketten die we gletsjers noemen. En die liggen hoog in de bergen. Oké, okay, dus neerslag ontstaat als warme lucht moet opstijgen en daardoor afkoelt, maar waarom stijgt die lucht eigenlijk op? Soms komt het omdat de lucht warmer is dan de lucht in de omgeving en warme lucht stijgt nu helemaal op. Daarna koelt het weer af, vormt het wolken en valt er regen. Dit noemen we ook wel stijgingsregens, omdat de waterdamp zo snel opstijgt. Maar het kan ook komen doordat de lucht tegen een berghelling omhoog gedrukt wordt. De lucht blaast dan tegen de berg aan, dit noemen we ook wel een loefzijde. En de lucht wordt dan omhoog geduwd en het begint aan de loefzijde te regenen. Dit noemen we ook wel stuwingsregen. De andere kant van de berg noemen we de lijzijde. Daar is het droog omdat de wolken al leeggeregend zijn. Als ezelbruggetje kun je ook zeggen loef is droef omdat het gaat regenen en lij is blij omdat het droog is. Maar onthoud wel dat regen of droogte niet voor iedereen hetzelfde kan worden ervaren. Zo kunnen mensen aan de loef en tevens de droevige zijde hartstikke blij zijn met de regen. Dan hebben we nog één ander type regen en dat is de frontale regen. Dit gebeurt op gematigde breedte, waar warme lucht van lage breedte en koude lucht van de poolgebieden op elkaar botsen. De warme lucht wordt door deze frontale botsing met de koude lucht gedwongen om op te stijgen en zo ontstaat er frontale regen. Maar hoe zit het eigenlijk met het klimaat in Nederland? Al eerder heb je gehoord dat Nederland een gematigd klimaat heeft, ook wel een zeeklimaat. Ons land ligt op de gematigde breedte en daardoor kennen wij door de zonnestand verschillende seizoenen. Maar ook de zee heeft invloed op ons klimaat. In Nederland hebben we namelijk vaak te maken met een wind die van de zee naar het land waait. Dit noemen we ook wel een aanlandige wind. Het gevolg hiervan is dat we in de zomer een lekker koel cool windje aan het strand hebben en in de winter juist een relatief warm windje hebben aan het strand. Maar als we een aflandige wind hebben, dan verdwijnt deze invloed van de zee. En dat betekent dus dat de wind van het land richting de zee waait. Maar omdat er meestal een aanlandige wind staat in Nederland, kent ons klimaat niet echt extreme hitte of kou. Er is niet voor niets een gematigd klimaat. Elke dag wordt de temperatuur in ons land gemeten. Dat doen de weerkundigen voor ons. Dat is fijn hè? Ja. Nou, zo weet je in ieder geval wanneer je die korte broek of mooie jurk wel of niet aan kan doen. En dat is toch belangrijk. Ze meten namelijk de maximumtemperatuur en de minimumtemperatuur. En met die gegevens breken zij dan weer de gemiddelde dagtemperatuur. Dit is in ons land gemiddeld tussen de 2 graden Celsius en 17 graden Celsius. Let wel op, dit zijn gemiddelde temperaturen. En per dag kunnen die dus best verschillen. Bijvoorbeeld, als we een koude lucht vanaf het Poolgebied krijgen, dan kan het bij ons ook een stuk kouder worden. En zo zie je maar dat het weer best veranderlijk kan zijn. Soms kun je namelijk in Groningen en Friesland schaatsen, terwijl dit op andere plekken in Nederland nog niet het geval is. Maar steeds vaker hoor je dat het klimaat opwarmt en steeds vaker hebben we daarom ook last van extreem weer. Er is sprake van klimaatverandering. Kijk maar eens naar deze bron. Hierin zie je dat 2020 gemiddeld veel warmer was dan in 2015. De verandering van het klimaat heeft voor Nederland grote gevolgen. Kijk maar eens naar deze bron. Zo kan vooral in de winter meer neerslag vallen en in de zomer kan het steeds droger worden. Zo zie je dat de zeespiegel zal stijgen en de afvoer van de rivieren zullen ook stijgen. We zitten dus eigenlijk niet alleen als Nederland, maar met de hele wereld met de gevolgen van de klimaatverandering. We kunnen dus samen ervoor zorgen dat in de toekomst er minder uitstoot is van broeikasgassen, waardoor de opwarming van de aarde wordt tegengegaan. Want het is namelijk niet echt fijn als straks jouw huis onder water komt te staan met de stijgende zeespiegel, toch? Nou, laten we in ieder geval samen ervoor zorgen dat we dit in de toekomst niet laten gebeuren. En voor nu hebben we genoeg besproken, dus laten we snel teruggaan naar de studio. Dus, klimaatverandering is nou eenmaal een groot probleem en hopelijk is dat duidelijk geworden. Mocht dat nou nog niet helemaal duidelijk zijn, laat het dan vooral even weten. Want dan kom ik er zo snel mogelijk op terug in de comments. Dus, voor nu wil ik alleen nog maar zeggen: op naar die 10. You can do this. En natuurlijk, tot de volgende samenvattingsclip. Ik zeg bye bye. So I